buurt, vreest China dat volgend jaar nog meer problemen gaat opleveren voor China zelf. Gisteren heeft de Chinese Centrale Bank de leenmogelijkheden voor banken verruimd. Gaat dat die Chinese economie helpen? Ja, het is voor het eerst in 3 jaar dat de Centrale Bank dat heeft gedaan. Ze hopen zo in 1 keer 400 miljard extra renminbi de Chinese economie in te pompen. Dat moet zorgen dat de Chinezen meer gaan uitgeven, zodat dat een enigszins compensatie is voor de snel zakkende export. Ze blijven toch bezorgd. De vicepremier zegt, ze hebben 3 jaar lang die limiet niet verlaagd. En de vicepremier zegt nu, ja, we gaan het nu wel doen, want we gaan liever met ongebalanceerde maatregelen een zacht herstel in, dan dat we heel gebalanceerd en gecontroleerd toch op een recessie afsteven. Hoe bezorgd zijn de Chinese leiders over het economisch tij? Ja, ze nemen het heel serieus. Ze staan voor een moeilijk jaar. Volgend jaar is de wisseling van de wachtopkomst hier. Dus de politiek is al moeilijk genoeg en nu komt ook deze economische problemen er opnieuw weer bij. Die vicepremier Wang die zegt de chronische wereldwijde recessie is zeker en daar moeten we rekening mee houden. In dat licht proberen ze in het zuiden nu, het centrum van de Chinese exportmachine, de aandacht een beetje meer te trekken naar dat het ook belangrijk is dat mensen blij zijn. Dus niet, dat het niet alleen maar gaat om economische cijfers. Ze hebben daar nu de blijheidsindex ingevoerd waar de overheid op wil worden afgerekend. Blij zijn kan ook zonder economische groei. Dat hopen ze, ja.